Yo, what's up guys? Zoals je weet, ik kan niet genoeg krijgen van deze game. En elke kans die we kunnen aangrijpen om deze game te gaan spelen, doen we dan ook zeker. En vandaag ga ik mezelf extra moeilijk maken. Want wat gaan we doen? We gaan racen in de regen. En dat doen we niet zomaar op een circuit. Dat doen we op Silverstone. Een van mijn favoriete circuits ook. Ik ben er nog niet geweest, wilde echt heel graag naartoe. En dat doen we vandaag in de auto van Charles Leclerc. Een fantastische coureur natuurlijk. Echt een gigantisch groot talent. En we gaan voor de wet. We gaan niet voor de very wet, we gaan voor de wet. En gaan we kijken of we wat pot kunnen breken met de Ferrari van Charles Leclerc. Daar zijn we dan. Een regenachtig Silverstone. Oude hangar natuurlijk, oude vliegbasis. En ja, ik ben reuze benieuwd hoe het hier gaat werken. Want, zoals je misschien wel weet, heeft Silverstone een aantal hele snelle bochten. En die zijn echt levensgevaarlijk wanneer je in de regen rijdt. Daarnaast hebben ze niet alleen hele snelle bochten, ze hebben ook langzame bochten. En het gevaar ligt hem daar juist weer in het feit dat je mogelijk te vroeg op het gas gaat. Ik heb het al één keertje gehad. Ik heb dit namelijk ook voor de preview van F1 2021 gespeeld. Die preview kan je vinden op GameKings, mocht je daar meer over willen weten. En daar reed ik in de auto van Sebastian Vettel. Degene waar ik nu ook het shirt en de pet van op heb. En ik ging daar, ik denk dat het bocht 3 of 4 was. Net iets te vroeg op het gas. Spinde volledig. Probeerde hem weer terug op het asfalt te zetten, maar spinde daarna nog een keer. En die race was verloren. Even kijken vanaf welke plek we gaan starten. Max Verstappen op P2. Lekker. Hopelijk zitten wij er niet al te ver vandaan. P3. Teken ik voor. Daar moet zeker een overwinning in zitten. Maar dan moeten we geen gekke dingen gaan doen. En ik ben misschien een beetje slecht te verstaan, jongens. Ik heb zo ongelooflijk veel last van hooikoorts. Echt niet normaal. En deze dag, vanochtend, is echt een van de meest verschrikkelijke dagen van de afgelopen weken. Voelt je echt heel erg ziek. Geen energie en alles irriteert. Maar ja, we zullen het ermee moeten doen. Hier staan we, P3. En daar beginnen we. Zeker niet vol gas, want... anders sta je zijwaarts. Nou, dit hebben we enigszins goed overleefd. Hier dus niet te vroeg op het gas. Zeker niet op de curb. Die is erg glad. En daar rijden Hamilton en Verstappen alweer weg. Hamilton nu, of Verstappen nu op P1 dus. En eigenlijk altijd één versnelling lager dan dat je normaal zou gaan. Wanneer je flink aan het afremmen bent. En hier komt een van die eerste snelle bochten komen er nu aan. Normaal gesproken volstaat hier liften. Op dit moment niet. Heel even korte remmen trappen. Terugschakelen. Overtakebutton gebruiken hier. Want we beginnen toch wat tempo te verliezen ten opzichte van onze voorstanders. Wederom weer een hele snelle bocht. Maar spekglad. Kijk, en nu komen we iets dichterbij. En oppas voor deze curb. Ik zou hem niet pakken als het regent.
Oké, goede tractie hier. Maar die Mercedes is gewoon sneller. Dat zie je. We kunnen vooralsnog alleen maar volgen. Maar we moeten inderdaad veel meer gebruik maken van de overtake button. Want anders gaan we nooit de kans krijgen. Dit vereist toch wel concentratie hoor. Ik ben wat meer risico aan het nemen. Pace off, zoals je kan zien. Ik wil zeggen, Lewis Hamilton is in de bag, maar... Laten we nog niet te vroeg juichen. Want ook Max Verstappen willen we pakken hier natuurlijk. En daar gaat hij alweer. Pakt de bocht toch een stuk beter. Hier niet een hele goede lijn te pakken. Vroeg opschakelen ook. Maximale grip. Deze schat ik net een beetje verkeerd in. Nogmaals, je wil voorzichtig zijn, want één verkeerde move en het kan over zijn. Ik spreek uit ervaring. Weer de overtake button. Kijk, we komen dichterbij. Verstappen nu zit in de slipstream. Dan gaan we hem op hetzelfde punt pakken als Lewis Hamilton. Daar lijkt het wel op. Geef hem daar nog een beetje de ruimte. We zijn niet te gierig. Oké, aan de leiding. Probeer daar toch ook die gladde curves een beetje te ontwijken. Maar ik kan niet te voorzichtig doen, want zoals je ziet, Max Verstappen zit echt vlak achter mij. En hier neem ik hem echt helemaal verkeerd. Dit gaat een hoop tijd kosten. Die overtake button. Een beetje midden houden nu. Ik probeer buitenom te gaan. Die mogelijkheid moeten we hem niet geven. Hier binnenkant houden. Kortste weg hier kiezen. Kijk, dat is al iets beter. Hadden we wel wat meer risico kunnen nemen, maar is niet nodig. Kijk, ik merk wel dat ik aanzienlijk langzaam begin te rijden, want ze staan te dringen bij me. Zowel Lewis Hamilton als Max Verstappen. Nog twee rondes te gaan. Hier in dit stuk zijn we over het algemeen iets sneller dan ze. Hier geen gekke dingen doen. Gaan we de laatste ronde in. Klein gat geslagen. Geen risico nemen hier.
dramatisch dit. Dat leek nergens op. Kost ons in elk geval niet. Hier binnenkant weer houden. Ik probeer het tempo zo hoog mogelijk te houden. Is mij niet echt gelukt. Hier weer gebruik maken van de overtake button. Kort op de rem trappen en terugschakelen. Daar had veel meer in gezeten hoor, maar nogmaals. Geen onnodig risico, want hier hebben ze nog één keer de kans om voorbij te steken. Als ik dit overleef, dan moet hij in de pocket zijn. Lewis Hamilton nu vlak achter mij. Het ging een beetje met horten en stoten, maar... In de pocket, lekker. Oef. Het is wel een beetje zweten dit hoor. Maar heerlijk. Drive of the day, Pierre Gasly. Deed het heel erg goed bij de derde vrije training trouwens. Vandaag op Baku. Stond daar gewoon eerste. Met volgens mij 2-3 tiende voorsprong. Op Perez. Erg netjes. Max Verstappen. Verdween natuurlijk in de muur. Maar je ziet, de Honda motor heeft zowel power als pace. En Perez doet het goed. Dus ik maak me eigenlijk geen zorgen. Die tijd die had neergezet was op de witte band. Eigenlijk weinig om je zorgen over te maken. Eigenlijk hetgeen waar ik me het meeste zorgen nog over maak, was zijn reactie. Zijn reactie nadat hij uitstapte. Leek toch wel een beetje verslagen. Zat er een beetje hopeloos bij. Hij kan lullen wat hij wil in de media. Maar ik merk toch echt wel dat de druk van de wereldkampioenschap aan hem zit te knagen. Maakt meer fouten dan je van hem gewend bent. En dat is ook iets wat Toto Wolff beaamde. Had natuurlijk gewoon moeten winnen in die eerste race van het jaar. Had een veel betere auto. Maar maakt toch die kleine foutjes ook bij kwalificatie af en toe. Doodzonde. Staat desalniettemin nog steeds gewoon eerst in het wereldkampioenschap. Wat een ongelofelijke prestatie is. Maar je ziet toch wel, de druk van een wereldkampioenschap weegt toch iets zwaarder dan bij een normaal seizoen. En laat ik vooropstellen, dit is alleen maar goed voor Max. Hierdoor leert hij echt wat het is om een kampioen te worden. En of hij het nou wordt dit jaar of niet, die ervaring neemt hij altijd mee in zijn rugzakje. Dit was de race op Silverstone, jongens. Jullie gaan straks nog even kijken naar replay. Voor diegenen die daar zin in hebben. Ik ga aftaaien. Bedankt voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video vinden, support de video dan heel even met een duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren als je hier meer van wil zien. Voor nu, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later!